veel duidelijkheid over. Mevrouw Wiegman. Voorzitter, de minister zegt dat 1 en 2 meldingen absolute topprioriteit hebben. En de reden waarom ik hier sta, dat is om deze minister ook te vragen of doven ook met diezelfde prioriteit behandeld worden als het gaat om het bereiken van 112. Dit zijn vragen die heb ik al verschillende keren aan minister Verhagen gesteld. Maar misschien helpt het als minister opstelt vanuit zijn verantwoordelijkheid ook een bijdrage levert dat ook doven vanaf 1 juli 112 goed weten te bereiken. Dank u wel. Ja, mevrouw de voorzitter, dat kan ik beantwoorden mede namens minister Verhagen, die daarvoor verantwoordelijk is. Dat dacht ik ook naar aanleiding van het faillissement van Annie S. Ik denk dat mevrouw Wiegman daarop doelt. En het is op zijn zacht gezegd bijzonder dat ELNI, die heeft inmiddels daar maatregelen voor genomen. Er is in een brief, heeft collega Verhagen daarover verstuurd. En ik kan u toezeggen dat wat dat betreft ook de klanten en cliënten van Annie S. daarin worden meegenomen door een ander bedrijf. Vergeef me dat ik niet in mijn hoofd heb, het is de, welk dat bedrijf dat precies is. Daar wordt het aangereikt. Het is namelijk, zoals u al had gehoopt, het Zweedse bedrijf Enwise die dat gaat overnemen. Dus die zaak is geregeld. Dank u wel. Dan komen we...